Richard was een hele lieve, zorgzame man die altijd klaar stond om iedereen te helpen. Goed van hart en vertrouwen, had een hekel aan liegen en was de beste vader in de wereld. Zo omschrijft zijn familie Richard Bart Nelson. Nadat hij in 2010 steeds minder opdrachten met zijn bouwbedrijf kreeg, waagde hij en zijn gezin de stap naar Spanje, waar ze een restaurantje startten. Maar dat geluk duurde niet lang, want de 43-jarige inwoner van Soest werd 2,5 week geleden gevonden in de sloot die u hier ziet. Het is de sloot langs de Embrangementsweg in het Utrechtse Den Dolder. Een passante zag daar zondagochtend 13 januari een lichaam in het water. Dat bleek het lichaam van Richard Nelson te zijn. En ook al snel duidelijk, hij was doodgeschoten. Bij ons, meneer Jens, goedenavond. U gaat er inmiddels vanuit dat bekenden van Richard betrokken zijn bij de moord op hem. Dat klopt, want we hadden eigenlijk best wel vrij snel een doorbraak in het onderzoek. Op de dag dat hij, Richard, werd aangetroffen, zondags, hebben we ook twee verdachten aangehouden. Beide kennissen van het slachtoffer. Het betreft een 66-jarige meneer uit Soest en een 41-jarige meneer uit Amersfoort. Zitten alle twee nog vast. Ja, waarom Richard is vermoord en wat dan zeg maar het aandeel is van deze twee verdachten, dat is bij ons nog niet bekend op dit moment. Dus ik neem aan dat u daar vanavond graag meer over wilt horen. Zeker, we zijn echt benieuwd naar mensen die bijvoorbeeld het slachtoffer kennen of ook de daders kennen. En vervolgens ons iets meer kunnen vertellen wat zit hier nu uiteindelijk achter. Maar ook willen we natuurlijk vanavond mensen spreken die precies weten wat er die avond gebeurd is, de 12e januari. Dus uiteindelijk is hij de 13e gevonden, maar wij denken echt dat zaterdagavond 12 januari dat het moment is geweest dat hij zeg maar om het leven is gebracht. Ja. En om helder te krijgen wat er die avond nou precies gebeurd is, is er een auto heel erg belangrijk. Dat is deze auto, een oude groene Opel Vectra. Ja, dat klopt. En die Vectra is van een van de verdachten. En wij weten dat die Vectra op verschillende plekken is gezien. En we willen eigenlijk wel met spoed met mensen in contact komen die bijvoorbeeld die auto hebben zien rijden. Of wellicht ook weten wie er in die auto zat op dat moment. Ja, het is een oude Opel Vectra, bouwjaar 1998, met het kenteken TRTB30. Waar is die zondagavond 12 januari allemaal geweest, meneer Jens? Nou, rond een uur of 7 in ieder geval in Soest, bij de Hamelstraat. En dat is het adres waar ook het slachtoffer woont, als hij niet in Spanje verbleef. We vermoeden dat hij daar in de Vectra is gestapt met de mannen. Vervolgens is gaan rijden, binnendoor, via de AP Hilhorstweg richting Amersfoort. Ja, en op die AP Hilhorstweg, ongeveer 10 minuten later, is die Vectra toen gestopt. Dat klopt. We weten niet precies hoe lang en waarom. Maar we hebben wel het vermoeden dat daar uiteindelijk het slachtoffer wel om het leven is gebracht. En de verdachten hebben het lichaam gewoon in de auto gelaten en zijn toch vervolgens weer met het lichaam al teruggereden naar Soest. En daar hebben ze zeg maar bij het plein, bij de Grote Kerk, 10 minuutjes gewacht ongeveer. Meld het als u de auto op en tussen die plekken heeft gezien. Na Soest zijn die mannen weer verder gereden langs Paleis Soestdijk richting Den Dolder, waar ze langs de Embrangementsweg zijn gestopt. Ja, en dat is nou juist de weg waar langs de sloot loopt, waar uiteindelijk het slachtoffer is aangetroffen. Die Vectra heeft er natuurlijk waarschijnlijk wel een poosje gestaan. Hè. De daders hebben daar het lichaam uit de auto gehaald en vervolgens in het water gelegd. Nou, wij denken dat dat wel opgevallen moet zijn. We denken ook dat daarna de Vectra is weggereden via de Lage Vuurse richting Hilversum. Nou, er is maar een heel klein stukje Hilversum in en dan zit je al op de Van Linschotenlaan, vlakbij het ziekenhuis. En daar is de auto 2 dagen na de moord aangetroffen door collega's van mij. Ja, en wat er op deze Van Linschotenlaan in Hilversum is gebeurd, kan wel eens heel erg belangrijk zijn voor het oplossen van deze zaak. Ja, zeker. Want die Vectra is er zaterdagavond zeg maar tussen 8 en 11 uur achtergelaten. Onze verdachten moeten toch op een of andere manier weer teruggegaan zijn. Het zijn naar Soest, het zijn naar Amersfoort. Dus het kan heel goed zijn dat ze zeg maar iemand hebben gehad die ze teruggebracht heeft. Maar misschien hebben ze wel iemand om een lift gevraagd. Nou, wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd of mensen die twee daar hebben zien lopen die zaterdagavond. Of dat er misschien wel iemand is die zich meldt en zegt, hey, ik heb ze een lift gegeven. Herkent u zichzelf of weet u wie dat heeft gedaan, die lift geven, meld u zich dan. Het is vlakbij het ziekenhuis in Hilversum. Daar zijn toch s'avonds ook nog heel veel mensen in de buurt. Ook getuigen zijn zeer welkom. Bel de tiplijn, ook als u andere informatie heeft over die Opel Vectra en de moord op Richard Bart Nelson. U kunt ook terecht bij de criminele inlichtingeenheid.